Goedenavond, wij staan hier voor de PIM-sessie hier bij Centric in Gouda. En ja, u kunt uzelf denk ik het best even voorstellen, want wat is uw naam en uw functie? Oké, mijn naam is Paul de Vries, ik ben commercieel directeur bij Supply Chain Solutions. Ja, en u gaat vanavond bij PIM gaat u een verhaal vertellen over social media. Ja, ja, hoe ik het zelf beleef en wat Centric doet op het gebied van social media. Ja, en hoe beleeft u het zelf? Ja, gemengd. Ik ben aanwezig, zeg maar, met social media. Ik maak ook gebruik van LinkedIn en Facebook. Privé of zakelijk gebruik? Privé, ja, zakelijk. Dus Facebook voornamelijk privé. En LinkedIn voornamelijk zakelijk. Mm-hmm. En andere zaken, ja, dat doe ik eigenlijk te weinig aan. Dus ik heb bijvoorbeeld wel een Twitter-account, maar ik doe nooit aan tweets. Nee, nee. Maar Centric wel, want dat heb ik vanmiddag zelf mogen ervaren. Want ik heb even een tweet gestuurd van of de wifi was. Ja. Ik kreeg al vrij snel antwoord, moet ik zeggen. Klopt, er zijn mensen heel actief op Twitter bezig. Maar die club is niet zo groot in vergelijking tot het potentieel dat Centric zou kunnen bieden. Nee, en wat die mensen, wat hebben die voor functie die daarmee bezig zijn? Heel gevarieerd. Productontwikkelaars, marketeers zitten ertussen. Communicatiemedewerkers, directeuren zitten er ook op. Mm-hmm. We hebben iemand die is voornamelijk bezig met innovatie. En met name van een vergezicht naar 2020. Nou, die is ook heel actief op het gebied van Twitter. Mm-hmm. Ja, en dat heb ik in grote termijn wel eens een beetje gehad. En hebben jullie ook een social media policy als Centric? Ja. Ja, we laten in principe wel vrij aan de mensen om te doen wat ze willen. Maar we hebben wel gemerkt dat, dat medewerkers natuurlijk niet alles kunnen zeggen op het gebied van social media. Dus we stellen wel bepaalde richtlijnen op. Mm-hmm. Maar het is aan de medewerkers zelf om te bepalen wat ze ermee doen. Ja. En welke berichten ze überhaupt willen plaatsen. Ja. En dat doen ze dan vanuit een Centric-account of vanuit hun eigen privé Twitter-account? Je ziet allebei al. Ja. Ja. En dat mag ook allebei. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar uw verhaal zo straks en ik wil u bedanken voor dit korte gesprek. Alsjeblieft, ik verheug me ook op de sessie vanavond. Ja, dank u.